Zo, de klompen zijn aan. En dan staan wij hier naast de Omega. Ja, dus het is eigenlijk een heel multifunctioneel schip. Dat was de bedoeling, ja. En dat is het ook eigenlijk wel geworden. Om te zeggen mooi, nee. Het is toch bijzonder dat dit schip op zoveel plekken geweest is, Cor? Het is toch mooi? Er zijn er niet veel. Heb jij wat met tijgers, Cor? Of? Nee, niet echt. Nee. Ik ben er ook niet veel tegen gekomen. Maar hij ligt wel op je bed. Jawel, maar ik doe niks. Ik heb eigenlijk helemaal leven gevaren. Ja? Dus jij hebt rivierwater, zeewater door je aderen lopen? Ja, gemengd met wat alcohol en bloed en dan overleef je dat wel. Schipper, mag ik binnenkijken? Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Schipper, mag ik binnenkijken? Ik ben dit keer in mijn geboortedorp Nieuw-Lekkerland. En dit is de plek waar ik vaak met mijn pa kom, samen met de twee hondjes Chico en Trixie, om daar eens even lekker te ravotten. Nou ja, de hondjes dan, want ze kunnen hier lekker zwemmen, lekker rennen. Hartstikke leuk plekje. Maar wat mij ook opviel is dat hierachter heb je een steiger waar binnenvaartschepen liggen en een paar jachtjes. En mijn oog viel op één, ja, vaartuig eigenlijk. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Een jacht of een schip. Het is afwijkend in alle, ja, vormen volgens mij. Dus dat trok mijn aandacht en ik werd reuze, ja, nieuwsgierig. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben daar gewoon naartoe gelopen. En daar kwam Cor naar buiten. En Cor die begon al een heel verhaal. Een rustige man. Maar is volgens mij hartstikke trots op de Omega. Want zo heet zijn boot. Dus hij zegt, kom jij maar eens een keer langs, Kees. Om binnen te kijken. Dus dat ga ik vandaag doen. En ik ga nu richting Cor. Ik word al vrolijk opgewacht door deze viervoeter. Overal viervoeters. Ja hoor, daar ligt hij. De Omega. Kijk toch eens. Ik word heel nieuwsgierig hiervan. Ik hoop dat Cor aan boord is. Ik denk het wel, want ik heb een afspraak met hem. Eens even kijken. De deur gaat open. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Cor. Ik zei net tegen de kijkers. Ik kom hier vaker aan het strandje. En mijn aandacht viel op de Omega. Ja. De vormgeving. Het is een afwijkend schip. Bijzonder. Maar moet ik het een schip noemen of een jacht? Iets ertussenin. Ja. Eigenlijk is het mooi om het gewoon niet in een hokje te hoeven duwen. Nou, dat zit hier ook niet op. Nee, hè? Nee. Maar Cor, superleuk dat ik bij jou even aan boord mag kijken. Je zei, Kees, kom maar. Dus ja, de vraag is dan, schipper, mag ik binnenkijken? En dan zeg jij, Cor, kom maar binnen. Superleuk, maar nu we toch buiten staan, wil ik het even hebben over de vormgeving. Dus misschien heb je pantoffels aan. Ik zal even de klomp aantrekken. De klomp aantrekken, kijk. Zo, de klompen zijn aan. En dan staan wij hier naast de Omega. Ja. Wat mij als eerste opvalt, is dat hij geen gangboord heeft. Nee, dat is om ruimte te creëren aan de binnenkant. Oh, dat je meer ruimte eigenlijk in de salon hebt? Ja. Eigenlijk hebben ze geprobeerd om de binnenkant groter te maken als de buitenkant. En dat is net niet gelukt. Maar dat scheelt weinig. Dat scheelt niet veel. Dat scheelt heel weinig. Ja. Want ja, het is een werfgebouw. Waar hebben we het eigenlijk over? Wat voor jacht is het? Het is eigenlijk min of meer een houseboot, zoals dat ze dat noemden. Ja. En hij is gebouwd in Hardingsveld, in opdracht van een Amerikaan. Oh.
via een Amerikaanse ontwerper. Ja. En die man die was eigenlijk wereldberoemd voor zijn drijvende zeewaardige objecten. Ja, ja. Van hele grote tot hele kleintjes. Maar die Amerikaan die heeft dus opdracht gegeven voor de bouw van de Omega. Ja. En dat was dus een hardingsveld dat hij is gebouwd. Door dame, dacht ik, hè? Dame, ja. Die hadden wel heel veel sleepbootjes en duwbootjes. Dat en soort vaartuigen. Ja. En ze hadden tijd. Ja, het moest een stevig ding worden. En dat konden ze. Dat is gelukt, ja. Ook als je die boeg ziet, het is... het heeft wel wat weg van de zeeschip, maar hij is dus zeewaardig. Ja. En het idee was van die Amerikanen om daar ook echt mee... verschillende continenten af te gaan. Europa eventjes te bekijken. En dan terug over te steken naar Amerika. Zo. En, maar Europa was wat groter dan dat hij eigenlijk dacht. Dus daar had hij geen tijd meer voor. Ja, hier zie je dus dat, dat het schip eigenlijk geen gangboord heeft. En dat is best wel apart, lijkt mij. Ook met afmeren. Want je moet dan vanuit stuurhut moet je dan naar achteren... Ja, eventjes rechtdoor naar achteren. Ja. Kijk, tussendoor als het regent is het niet erg, want dan ben je binnen. Ja, dan blijf je, droog. Maar hoe lang ben jij, want ik mag jij zeggen, dat hadden we afgesproken. Ja. Hoe lang ben jij al in bezit van de Omega? Vanaf 1991. Want jij hebt hem dus overgenomen van die Amerikaan. Ja, dat klopt. Want die is uiteindelijk overleden of zo? Ja, die was ziek. En die heeft dat niet overleefd, laat ik het zo zeggen. Ja. Hij heeft eigenlijk aan afstand zo'n beetje 3 keer de wereld rond geweest. Middellandse Zee, Scandinavië, ja. Engeland, Ierland en ook de rivieren, kanalen. En dat was eigenlijk wel een voordeeltje dat hij niet te hoog was. Dus hij kon ook binnendoor naar Middellandse Zee, via Frankrijk. Ja, dus, want daar heb je nogal een hele hoop lage bruggetjes. Ja, dat. Dus je hebt je voordeel dat hij de zee op kan, maar dat je ook binnenmaat makkelijk kan varen. Ja. Ja, dus het is eigenlijk een heel multifunctioneel schip. Dat was de bedoeling, ja. En dat is het ook eigenlijk wel geworden. Om te zeggen mooi, nee, dat niet. Want dat was eigenlijk ook de eis niet. Cosmetisch gezien hoeft hij niet een 10 te krijgen. Nee. Maar functioneel hij gezien moest, wel. Hij moest wel blijven drijven. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat was een vereiste. Ja. Nou, we horen op de achtergrond allemaal vuutjes. En het is broedseizoen. Maar je ligt hier prachtig, Cor. Ja, we houden een mooi plekje. Ja. Bij een binnenvaarts, naast een binnenvaartschip. Want hier liggen veel... Daar is het eigenlijk voor. Dat is de stichting van binnenvaart, nu lekker land, zeg maar. Binnenvaartschepen. En aan die kant kunnen ze niet komen, want dat is niet diep genoeg. Nee. Daar hebben wij weer een beetje mazzel dat we daar kunnen liggen. Ja, het is eigenlijk een soort van restruimte. Min of meer wel, ja. Maar Cor, woon jij ook op de boot? Ik woon erop, ja. Ja. Door de week in ieder geval. Door de week. En in het weekend ben je ergens anders? Ja, dan ga ik naar Ridderkerk, dan naar een vriendin van me. Want je woont alleen nu op de, op de Omega? Ja, ja, dan we toch ieder ons eigen beetje lekker latten. Leven. Ja, zoiets. Dat is toch prima? Je hebt hier je eigen paradijsje? Het gaat... al een hele tijd goed, laat ik het zo zeggen. Ja. Want ben je ooit getrouwd geweest of zo? Ja. Ik heb samen met mijn vrouw hadden we een vrachtschip. Ja. Eerst bij een rederij gevaren, later een eigen schip. Maar ja, ze werd ziek. En ook dat heeft ze niet overleefd. Okay. En dan houdt het op, hè. En hoe lang is dat geleden, Cor? Nu bijna 24 jaar. Oh. Dus, zie je het? Oh, ja joh. Hele grote, wat zijn dat? Snoekbaars of zo? Ik weet niet of je het kan zien, maar het zijn flinke vissen. Ja. Nou, Cor, engeltje uitgooien. Dan hebben we straks wat voor de lunch. De mat staat er vandaag op visboer. Ja, dat is veel makkelijker. Dat is veel makkelijker. Ja, precies. Oh, Rijkswaterstaat komt eraan. We krijgen bezoek. Ja. Oh. Het gaat trouwens flink tekeer nu. Je hebt best wel veel golfslag natuurlijk van die binnenvaartschepen die erbij komen. Binnenvaartschepen valt wel mee. Ja? Ja. Het zijn meer die snelle dingen zoals dat. Ja, van de rij. Wow, die hele stijger gaat heen en weer.
Nou Cor, gaan we eens even binnenkijken. Ik ben super benieuwd. Moet ik mijn schoenen uit, Cor? Zo Cor, dan staan we in de stuurhut. Ja. Ik kreeg een beetje een zeeschip gevoel hier. Vind je? Ja, vind ik wel. Oh. Ja, want hoeveel ton weegt dit schip? Nou, dat weegt ongeveer 50 ton. Ja, dat is natuurlijk één bonk staal. Ja. Nou, met brandstof en drinkwater en alles erin, dan kom je ongeveer op 50 ton uit. Want hoeveel brandstof kan erin, hoeveel liter? 7000. 7000? Ja. Dat is best veel, Cor. Ja. 7000. Mijn boot is dus 14 meter. Ja. En ik heb een tank van 800 liter of zo, geloof ik. Ja. Maar jij bent ook niet van plan om naar Amerika te varen, zeg. Nee. Dat is natuurlijk, want met de bouw van dit schip is er rekening gehouden dat er echt de wereldzeeën overgegaan zou moeten worden. Cor, qua elektronica, is er iets veranderd sinds dat het schip gebouwd is? Ja. En ik zie hier, wat is dit? Dat is een radiorichtingzoeker. Hij werkt niet meer, want het hele systeem dat is uit de lucht. Ja. Maar er waren langs de kust allemaal pijlstations, zeg maar, die zenden een berichtje uit, of een code. Ja. En dan kon je met die richtingzoeker die boven staat, kon je eigenlijk draaien en kijken wanneer dat het felste signaal piepje was. Ja, ja, ja. En dan op de kaart kon je zeggen, nou die is sterk en die is sterk. En dan had je op een gegeven moment een peiling. Dan wist je ongeveer waar hij was. Dan kon je coördinaten. Ja, zoiets. Ja. En hier marifoons. Ja, ja, ja. Die het Navtex. Wat is dit voor monitor dan? Dat is een radar. Als je nou aan het varen bent en je ziet niks meer, dan is het toch wel handig dat je daar op een gegeven moment kan zien of dat er iemand aankomt. Als backup, dat is best handig. Ja. En nu kan je hem ontwijken en zo. Ja, zulke soort dingen. Nou, hier het paneeltje. Je hoort trouwens een piepje op de achtergrond. Ik weet niet of dat de kijkers dat ook kunnen horen, maar dat heeft te maken met de apparatuur volgens mij. Ja, voor de mensen die in hoge toon nog kunnen horen. Maar ik hoor het niet hoor. Nou, ik hoor het dus wel. Nee. Komt nog nergens rook uit, dus dat zal niet zo belangrijk zijn. Je hebt hier een stuurrad. Prachtig stuurrad. Lekker in de lak zit het allemaal nog. Maar je hebt ook hier een stuurknuppeltje, zie je. Ja, dat is in combinatie met dat ding. Dat is eigenlijk een stuurpiloot. Die werkt met een gyrotol. En een gyrotol, dat is eigenlijk zo'n dingetje dat altijd hetzelfde blijft staan. Alleen het schip draait eromheen. Ja. Krijgt hij een signaal in de heeft hij tegenroepen. Maar de naam Omega, Cor, waar komt die vandaan? Van de eerste eigenaar. Dit was zijn eerste bootje. Ja. Dat is de Glenn Mackay. Daar vielen de spijkers uit. Dus die was niet bruikbaar meer. En dit was de tweede. Ja. Bedouin heette die. En die was. Eigenlijk is die van de Frieslands. Dus ook Nederlandse bouw. Prachtig schip. En daar was die eigenlijk zo verguld van dat die Hollanders zulke goede schepen konden bouwen. Dus dan moest deze ook gebouwd worden. Maar hoe lang heeft deze Amerikaan daar zelf nog van kunnen genieten? Van 1972 tot 1990. Wat hadden jullie dan contact onderling? Of hoe zat dat? Ja, het waren toen bij 1972 toen kon ik hem al. Hij dacht nogal makkelijk. Ik had een kleine ervaring eigenlijk op zee. Niet zo heel erg veel. Maar meer dan hij. Hij dacht er wat te makkelijk over. Ja, en vandaar ook dat hij overweld wilde steken naar Engeland. Ja. En of dat ik mee wou, want ik wist ook dat ik daar moest komen. En dat is allemaal eigenlijk best wel goed gelukt. Dus alle plaatsjes in Engeland, die oostkust die je wou zien, die had hij aangedaan.
komen vanuit de stuurhut. Ja, in de kombuis dan eigenlijk, Cor. Ja, met wat fantasie zou je het een keuken kunnen noemen. Maar alles zit erin. Je kookt elektrisch, maar ook op gas, zie ik. Ja. Combinatie van? Als het gas op is, nou ja, dan kun je elektrisch koken. En als dat het niet doet, dan kook je op gas. Ja, precies. Ja. Net zo makkelijk. Ja. Nou, gewoon een volwaardige koelkast, zie ik. Ja. Een magnetron. Nou, die komt zo uit Back to the Future, volgens mij. Ja. Die apparatuur die er toen in stond, die deed het op. Ja. Op een gegeven moment houdt het op natuurlijk, hè? Maar houdt een keer op, ja. Ik bedoel, maar, ja. Hij is ook 50 jaar oud natuurlijk. 50 jaar oud, ja. Van 1972. Ja, er zijn wel eens wat dingen die zeggen van ja, dat gaat niet meer. Nee. Maar het is niet omdat je denkt, nou ik wil weer eens wat anders, laat het interieur eens helemaal gaan veranderen. Nee, zo ben ik nou ook niet echt, nee. Wat mij opvalt, hoor, wat een ongelooflijk brede woning, salon. Het is, hoeveel meter is dit breed? Het schip is 4,5 meter. Dus ja, dan zal dat ongeveer 4 meter zijn, de vloer. Dus dit is het voordeel dat je geen gangboren hebt. Dat je woning gewoon heel groot is. En dat is een beetje was het vereiste eigenlijk van degene die hem heeft laten maken, van die Amerikaan. Ja. En daar heb jij nu ook profijt van. Ja, tuurlijk. En een kachel. Dus je hebt een cv. Ja. En deze kachel. En die kachel. CV, er brandt niet zoveel hoor, tegenwoordig, want ik heb nogal aardig wat hout. Ja, waarom niet? Gesprokkeld. Hierachter. Ja. Nou, dan heb je hier een eettafel. Tenminste, ja, ik weet niet, waar zit jij het liefst eigenlijk aan boord? Aan boord? Ja. Meestal zit ik daar. Hier? Ja. Maar dan zit je met je rug naar de tv toe, Cor. Ik kijk niet zoveel tv. Oh. Nee. Er is ook eigenlijk niet zoveel meer op tv. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, toch? Ja, zo nou, dan komt er eens een bevertje voorbij. Ja? Ja. Die heeft daar een paar boompjes omgeknabbeld. En dit ja, dat zijn werklustige typetjes. Ja, dat is nog even en dat loopt gewoon uit de hand met die bever, hè? Want ze worden overal gezien. Ze lopen zelfs op fietspaden tegenwoordig. Jawel. We moeten altijd heel nodig ingrijpen in de natuur. En op een gegeven moment waren die bevertjes allemaal verdwenen. En toen moesten ze terugkomen. En dan zijn ze terug en dan is het ook weer niet goed. We hebben hem zelf weer uitgenodigd. Ja, dat is met de wolf ook. Die is ook weer bijvoorbeeld zijn herintreden gedaan. En ik kan wel zeggen, van, dan moet iemand die vegetariër worden, maar dat zal hij zo gauw niet doen. En die bever, ja, die heeft gewoon boompjes nodig om te overleven. Ja. En wat heb jij allemaal nodig, Cor, om te overleven? Je natje en je droogie? Ja, gewoon bijna net als een normale mens. Maar Cor, je hebt best wel veel verstand, vind ik eigenlijk, van schepen. Je weet wel waar je het over hebt, maar is dat ook je werk geweest dan of zo? Ja. Ik heb eigenlijk heel mijn leven gevaren. Ja? In de binnenvaart of zo dan? Binnenvaart, op zeeslepers. Maar is dat met de paplepel ingezet? Die ouders ook al? Dat is binnenvaart. Ah, mijn ouders hebben alleen maar binnenvaart gedaan. Toen ik uit dienst kwam, toen moest je wat. Ja. En toevallig rolde ik daarin. Ja. Die zochten een mannetje en ik had niks te doen. Dus ja, dan kom je daar terecht. Dus jij hebt rivierwater, zeewater door je aderen lopen? Ja, min of meer wel. Gemengd met wat alcohol en bloed en dan overleef je dat wel. Nou, hij heeft wel wat. Ik vind het wel een heel bijzonder. Het trekt mij wel aan. Ja. Ja, ik weet niet wat het is. Toch verrassend hoeveel mensen dat eigenlijk... mooi van lelijkheid is. Ja, you love it or you hate it, denk ik dan. Hm? You love it or you hate it, je houdt ervan of je haat het. Kijk, als je natuurlijk een heel snel en glimmend en sprankelend ding wil hebben, dan moet je niet bij deze zijn. En nou woon ik erop. Ja. Vrachtschip verkocht. Ja, vrachtschip verkocht, dus je woont hier. Ja. En heb je het prima naar je zin hier. Ja, ik ken altijd beter natuurlijk, maar ik mag toch niet echt klagen. Nee. Dat zou niet eerlijk zijn. En hier vanuit de woning heb je dan een grote deur richting het achterdek. Op het ogenblik is het meer de houtopslag. Oh ja, en hier heb je dan op het achterdek het trapje omhoog.
Maar daar kom je ook niet zo vaak waarschijnlijk, Mikkel. Als het niet nodig is, dan... Er liggen zonnepanelen. Ja. En dat levert aardig wat op voor... Ja, rond deze tijd, vandaag is het wat minder. Maar dan hoef ik geen generator of niks te gebruiken. Dan heb ik voldoende stroom. Nou, kom, misschien kunnen we nog even beneden kijken. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat eruit ziet. Nou, daar gaan we dan. Dit is het model. Zoals dat hier gemaakt is. Maar dan voor de helft? Dat is de helft. Ja, ja precies. Het is iets bijzonders. Nou, dat is het zeker, ja. Maar... daarover gesproken, ik zit hier nog niet een beetje moeilijk. Maar wat is dit voor... Ik zie hier een tekening. Wat is het? Nee, dat is een landkaart. Dat is al die grijze stipjes, daar is die geweest. Oké, ja. Ja. Dit is de Middellandse Zee, Italië. Maar dit is Noord-Zuid, want zo kon het er niet op. Nee. Maar dat zijn dus alle plaatsen waar hij met de Omega is geweest. Dus deze Amerikaan die... Ja. Maar dat zijn heel wat plekken. Engeland, Schotland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, dit Italië, Joegoslavië, zeg maar. Zo. Turkije. Is toch bijzonder dat dit schip op zoveel plekken geweest is, Cor? Is toch mooi? Er zijn er niet veel. Nee, nee. Die zo'n afstanden heeft gemaakt met... Hij had er ook de tijd voor. Ja. En dan hoopte hij eigenlijk toch wel dat hij in... redelijk goede handen terecht zou komen. Ja. En om dat ding nou eigenlijk op de markt te gooien en te verkopen, nou dat was ik nou niet echt van plan. Nee. Vandaar dat ik hem... Jij hebt hem van hem overgenomen. Ja. Ja. Dat is toch hartstikke mooi, hè? Ja. Ja, dat is... Nou, vond ik eigenlijk zelf ook wel, ja. 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 Nou, mooi verhaal. Trapje genomen naar beneden. En dan komen we hier in. Cor, wat is dit? Het gastenverblijf. Het gastenverblijf. Nou, je zet je gasten wel gelijk aan het werk, zie je? Is dat er ook ja, dat... zo goed als nieuw, dat ding. Ja? Maar veel gebruikt of... Hij blijft nieuw. Maar wel met de intentie om... Natuurlijk. Ja. Je mag wat aan je conditie doen natuurlijk. Dus als je er een paar keer wat op een dag langs loopt, dan komt dat best goed. Nou, hierachter bed. Een breed bed. Ja, het is een tweepersoonsbedje of zo. Ja, anderhalf. Wat is Eiffelaar. Ja. Dat is één persoons. En aan deze kant. Maar ook echt heel breed hier weer. Hieronder is heel ruimtelijk. Ik weet niet of dat het overkomt op de camera. Maar ja, ook staarhoogte. Ik ben 1,88. Nou, dat gaat hartstikke goed. Ja. Dat is het komische ervan. Het komische? Ja? Van het schip. Dat? Met een diepgang van 1,40. En een hoogte van 3,20 meter. Ja. En dan toch twee keer staarhoogte. Ja, ja, ja. Dat is best bijzonder inderdaad. Badkamer. WC. Heb je één badkamer? Twee. Oké, dus dit is voor de gasten. Ja. Gastenverblijf gezien. En dan gaan we nu naar... De eigenaars. De eigenaarshut. Afdeling. De hut van Cor. Ook weer heel ruim. En je hoort misschien af en toe wat kraken, maar dat is de vloer. De houten vloer inderdaad. En dit is ook nog helemaal origineel, Cor. Ja. Tenminste, het model wel. Nou, het lijkt wel een beetje of dat de tijd is stil blijven staan. Zoals het klokje op de boot tikt hij nergens, hè? Ja. Hier een grote kastruimte. Ja, hangkast. Hangkast. En een badkamer. Inclusief toilet. Heb jij wat met tijgers, Cor? Nee, niet echt. Nee? Ik ben er ook niet veel tegen gekomen. Maar hij ligt wel op je bed. Jawel, maar doe niks hoor. Nee. Dat was aan boord, dus dan ga je het maar gebruiken. Oh, dat lag nog aan boord toen. Ja. Dat heb je gewoon overgenomen. Ja. Ja, waarom niet? Huh? Die tijger loopt niet weg. Nee. Nou, hebben we dit allemaal gezien, Cor? Superleuk. Ja. En dan gaan we nu, dat is eigenlijk het laatste nog. Je hoort trouwens op de achtergrond een geluid. En wat is dat?
Er is een andere schroef, een ander schip dat voorbij komt. Wat voorbij komt? Dat hoor je al beneden zo. Ja. Je zit hier, dit is de waterlijn ongeveer. Ja, dus dat geluid dat komt gewoon je schip in eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja, maar dat hoor je best wel goed. Ja. Maar daar lig je niet wakker van. Zolang is dat ze alles mishouden niet hoor. Nou, kom, we gaan richting de machinekamer en dan moeten we weer naar het voorschip toe, hè? Ja, achter inderdaad. Ja, soms ben ik even in de war. Als je dan hier beneden bent, heb jij geen idee waar je bent. Maar goed, dit is dus voor. We gaan nu naar achteren. En via de woning komen we op het achterdek. Oh, je gaat hier de machinekamer in. Dit is de steenkamer. Nou, we zitten in de machinekamer. Ook hier hoor je het geluid van het schip wat voorbij komt. Ja. We zitten hier dus inderdaad onder de waterlijn. Ja. En hier ligt hij, de DAF. Ja. En die zit er al sinds het begin af aan, zit die erin? Die zit er al begin af aan. Geen problemen? Nee, beestje staat er ook al 50 jaar. Tja, ja. Ja. Want hoeveel draaiuren heeft hij gemaakt? Ik denk 60, 70.000. 60, 70.000 uur heeft deze DAF... Ja. Kijk, nou doet hij natuurlijk niet veel meer... Hij staat veel meer stil als dat hij gebruikt wordt. Maar toen hij ermee rondvoer... met die afstanden, dan moet hij toch wel een beetje doen natuurlijk. En hier rechts van mij zie je een werkbankje. Ja, dat is eigenlijk het enige nadeel als je op een bootje zit. Je hebt geen schuurtje. Nee. Dus dat, Dus je moet veel opruimen of afstand doen van dingen? Ja. Het is een keuzesmaat. Dat valt niet mee. Nee, dat is ook zo. Want als je weggooit, dat heb je even later nodig. En hier hebben we nog een deur aan het einde van de machinekamer. En waar kom je dan terecht? Hier in dat hokje en dan kom je zo weer in de eigenaars. Oh, dan ga je terug naar de eigenaars. Het is een kruip door, sluip door. Ja. Wat grappig, ja. En heel goed vergrendeld zie ik al. Dat moet natuurlijk wel. En doe je veel onderhoud zelf, Cor? Of besteed je het uit? Ja, nee, dat doe ik bijna allemaal zelf. Ja. Dit is een drinkwatermaakmachine. Om hier zelfvoorzienend te zijn, zeg maar. Ja. Oké, okay. Want je hebt geen balaansluiting en geen drinkwater? Nee, dat is hier niet. Nee. Of je moet ze gewoon dan ergens naartoe om drinkwater te laaien. Maar jij maakt het zelf van rivierwater? Ja. Dus het water uit de rivier, dat zuiver je hier? Dit ding. Dus in de volfilters. En dan, dit is het osmose membraan. Ja. En die maakt eigenlijk gedemineraliseerd water. Er zit helemaal niks meer in. Maar er zelf weer zit een ander filtertje daar, dat er een klein beetje mineralen bij komen. Ja, het nog wat wordt. Die heb je toch ook wel nodig, hè? Ja. Nou, Cor, dat was hem, de rondleiding. Ik vond het superleuk om bij jou te gast geweest te zijn. Mooi. Op de Omega. Ja. Prachtige verhalen heb je. En ik hoop dat je nog veel geluk gaat hebben. We gaan dat in ieder geval proberen. Ja. Nou, ik wens je in ieder geval het beste. En zoals gebruikelijk krijgt iedereen die meedoet met dit item, Schipper mag ik binnenkijken, een puntvlaggetje van de volgende bestemming. De volgende bestemming. Dus ik hoop dat hij een mooie bestemming gaat krijgen. We gaan hem ophangen. Ja, oh, waar? Oh kijk nou, hij krijgt een ereplekje hoor, dat zie ik. In het geusie. Nou, helemaal super. De vloggende bestemming aan boord van de Omega. En vind jij het nou leuk als ik een keer bij jou aan boord kom kijken? Stuur dan even een berichtje naar info@devloggendebestemming.nl. En misschien, dat is toch leuk? Tuurlijk. Ja. Niks mis mee. Dus laat het vooral even weten dan. Like deze video eventjes en abonneer nog op het kanaal van de Vloggende Bestemming. Bedankt voor het kijken en tot de... Vloggende Bestemming. Ja. Yes, dat is hem. Hoi.